De coronamelder-app stuurt je een melding als je in de buurt bent geweest van iemand die corona blijkt te hebben. Maar weet de app dan altijd waar je bent? Nee, coronamelder weet niet waar je bent, ook niet wie je bent. Zo zit het. Is jouw telefoon dicht bij een andere telefoon met coronamelder? Dan wisselen de telefoons via Bluetooth een willekeurige code uit. Coronamelder onthoudt wel de uitgewisselde code, maar niet van welke telefoon die kwam of waar je was. De app weet dus alleen of je dicht bij een andere telefoon met coronamelder bent geweest en op welke dag dat was. Krijg je een melding, dan weet je dus niet van wie die is. En ben je zelf besmet met corona? Dan is het jouw keuze of je jouw besmetting samen met de GGD wilt melden in de app. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Meer weten? Kijk op coronamelder.nl.